Een heel goede avond. Caroline Gené is de nieuwe minister van Ontwikkelingssamenwerking. Ze vervangt Meriem Kitir. In Peru kunnen duizenden gestrande toeristen die daar vastzaten door de onrust in het land vertrekken. En Kroatië wint de kleine finale tegen Marokko met 2-1 op het WK. Caroline Gené is terug op het politieke voorplan. Ze legde vanavond de eed af bij koning Filip. Zweer je trouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk. Gené vervangt daarmee Meriem Kitir in de federale regering als minister van Ontwikkelingssamenwerking. Want Kitir was sinds oktober met ziekteverlof nadat ze zelf had aangegeven dat ze mentale problemen had. Er waren blijkbaar ook onoverbrugbare conflicten op haar kabinet. Gené neemt dus over en is naar eigen zeggen erg blij met haar departement. Echt een heel sterk regeerakkoord. Ik had de eer om dat mee te mogen onderhandelen met onze voorzitter Conor Rousseau. En ik ga uiteraard op de ingeslagen weg verder werken. Internationale solidariteit, ja, dat is eigenlijk een beetje waar socialisten voor staan. Solidariteit is de kern van onze overtuiging in eigen land en in de rest van de wereld. En zonder solidariteit geen sterke welvaartsstaat. En een welvaartsstaat die is niet alleen lokaal, maar ook mondiaal. Het nieuws verraste vriend en vijand vanochtend, dat moet gezegd. Want Caroline Gené keert met haar nieuwe functie plots terug op het politieke voorplan. Jarenlang was ze voorzitter van de Vlaamse Socialisten met wisselend succes. Het was bovendien geen geheim dat ze met minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke niet meer door één deur kon. Nu zitten de twee in dezelfde regering. Het was SPA-partijvoorzitter Steve Stevaert die Gené op het politieke toneel hees. Ze wordt in 2003 verkozen als Vlaams parlementslid en ze wordt ook ondervoorzitter van de SPA. In 2007 wordt ze voorzitter van de SPA. Tegen wil en dank volgt ze Johan van der Lanotte op, die na een verkiezingsnederlaag ontslag nam. U is gevraagd om uw kandidaat te stellen voor voorzitter te worden van de SPA. Ja, dat is een hele zware taak, want je hebt net een nederlaag geleden. Ja, wat zegt u nu? Ja, dat er iemand de verantwoordelijkheid moest nemen. Maar de partij zakt onder haar leiding nog verder weg. Ze krijgt het moeilijk. Ik hoop echt dat jullie vandaag evenveel moed putten. Na nog eens een verkiezingsnederlaag in 2009 benoemde ze een wit konijn tot Vlaams minister. Ingrid Liete mag de eed afleggen. Ik zweer getrouwheid aan de koning en gehoorzaamheid aan de grondwetten en aan de wetten van het Belgisch volk. Liete nam zelfs niet deel aan de verkiezingen en stemmenkanon Frank van den Broeke wordt door Gené dan op een zijspoor gezet. Van den Broeke gunt haar geen blik meer. Het hele verhaal wordt nog pijnlijker als achteraf een mail uitlekt van een vertrouweling van Gené, waarin haar fijn wordt uitgelegd hoe de exit van Kathleen van Bremt, Peter van Veldhoven en dus ook Frank van den Broeke moet verlopen. Ik was gechoqueerd. Tussen Van den Broeke en Gené kwam het nooit meer goed. Dat ze nu samen in de federale regering zullen zetelen, is dan ook opvallend. Een strafcijfer dan. Er zijn dit jaar 70% meer namaakartikelen in beslag genomen dan vorig jaar. Nu, vorig jaar waren er gewoon minder controles ook door corona. Maar de FOD-economie is er ook in geslaagd om leveranciers vaker te betrappen op namaak. Het vaakst worden accessoires voor smartphones nagemaakt, zo blijkt. Een loods vol in beslag genomen producten. De top 5 van spullen die het vaakst worden nagemaakt is al jaren zowat hetzelfde. Dit jaar was het voornamelijk parfum en andere middelen, elektronica, speelgoed, kledij en ook schoenen. En dit jaar is het ook heel veel opgevallen dat we voornamelijk draadloze oortjes en laders in beslag hebben genomen. Naar draadloze oortjes en laders is veel vraag, vandaar de grote hoeveelheid namaak. En vervalsers hebben een nieuwe manier gevonden om controleurs op het verkeerde been te zetten. Ze maken nu gebruik van dubbele verpakkingen. Ze tonen eerst een algemene verpakking om algemene controles te vermijden. Maar als je dan gaat kijken binnenin, dan zit daar eigenlijk een ander doosje in waaruit dan zogezegd echte Apple-oortjes in zitten. En het is dit dat in de winkel gaat verschijnen of dat ze online gaan verkopen. Want namaak is altijd gevaarlijk omdat dat niet getest wordt en dat voldoet niet aan de normen. De producten die hier liggen worden dan ook allemaal vernietigd of gerecycleerd. Tot slot nog een paar tips om namaak te onderscheiden. Als iets te mooi is om waar te zijn, dan is het dat meestal ook. Dus als iets echt heel goedkoop is, dan gaat dat waarschijnlijk namaak zijn.
De stad Antwerpen staat niet meer op de website van hackersbende Play. De hackers die de verantwoordelijkheid opeisen voor de grote cyberaanval op de stad. De hackers hadden op die website aangekondigd dat ze de gestolen gegevens maandag publiek zouden maken, tenzij de stad losgeld zou betalen. Dat het dreigement op de website van de hackers is weggehaald, zou volgens experten kunnen betekenen dat de stad aan het onderhandelen is over dat losgeld. Het Antwerpse stadsbestuur wil voorlopig niet reageren. En dan in Peru, in Latijns-Amerika, zijn duizenden gestrande toeristen kunnen vertrekken uit de stad Cusco, nu de luchthaven daar weer is geopend. Ze zaten daar vast vanwege de onrust in dat land sinds het afzetten van president Pedro Castillo eerder deze maand. In heel Peru heerste noodtoestand, luchthavens werden gesloten en bij de protesten vielen al zeker 20 doden. Dit zijn beelden van de luchthaven van Cusco. Onder begeleiding van militairen worden toeristen geëvacueerd. Cusco is de laatste grote stop voor de toeristische attractie Machu Picchu. Hier alleen al zaten 5000 toeristen vast, maar die zouden tegen morgen allemaal vertrokken zijn. Ook de Vlamingen Frederik en Nora. Wij hebben nog geen slecht nieuws gekregen, dus wij kunnen normaal gezien morgen goed gewoon vertrekken. Wij zijn daar heel blij, want wij zitten hier al even in een soort van quarantaine eigenlijk, een kleine lockdown. Sinds maandag zitten wij hier vast. In Peru blijft de toestand gespannen. De vorige president Castillo was afgezet, maar hij krijgt nog veel steun van zijn aanhang. Zijn opvolgster vraagt nu vervroegde verkiezingen, wat het parlement tot nu weigerde. El Congreso tiene que reflexionar y trabajar y actuar de cara al país. El 83% de la población peruana quiere adelanto de elecciones. Door het aanhoudende geweld kwam het land de voorbije weken zo goed als tot stilstand. Ook heel wat landgenoten zijn best wel aangedaan door wat ze gezien hebben. En wij zijn toch heel geschrokken van hoe gewelddadig dat het overal was. Veel plekken ook die in brand gestoken zijn geweest. Mensen die echt met vuurwapens zijn onderschept geweest. Dus we zijn toch wel blij dat we hopelijk morgen weg kunnen. In de Chinese miljoenenstad Shanghai worden er opnieuw enkele COVID-maatregelen ingevoerd na een recente opstoot van coronabesmettingen. In Peking is er nog geen sprake van nieuwe verstrengingen, maar daar blijven de straten ook grotendeels leeg, omdat veel mensen ziek thuis blijven of bang zijn om besmet te worden. Er zijn ook geruchten dat er een grote stijging is van het aantal crematies in China, maar er zijn nergens officiële cijfers te vinden van het aantal coronadoden. Duitse speurders hebben gestolen juwelen ter waarde van ruim 113 miljoen euro teruggevonden. De juwelen werden gestolen tijdens een spectaculaire roof uit een museum in Dresden in de herfst van 2019. 31 stuks zijn nu opgedoken met ruim 4.300 diamanten. En dat is bijna de volledige buit van toen. Es gab sozusagen auch keine Hinweise darauf, dass Teile davon irgendwo schon aufgetaucht oder verkauft waren. Auch in der Analyse anderer Kunstdiebstähle im Vergleich dazu waren wir doch eigentlich sehr gewiss, dass es zu einer Rückkehr kommen konnte. En in Tunesië werden vandaag parlementsverkiezingen gehouden. Veel Tunesiërs zouden thuis zijn gebleven uit protest tegen de machtsgreep van de president. Die ontbond eerder het parlement en trok de macht naar zich toe. Het is precies 12 jaar geleden dat in Tunesië de Arabische lente begon, maar van het enthousiasme van toen blijft weinig over, blijkbaar. Op het WK voetbal hebben de Kroaten de kleine finale gewonnen, de wedstrijd om de derde plaats. Na een aangename partij versloegen ze de revelatie van dit WK Marokko met 2-1. Alle doelpunten vielen voor de rust. Zowel Marokko als Kroatië begonnen aan dit WK in de groep van de Rode Duivels. Al meteen krijgt half Marokko bijna een beroerte als doelman Bounou zich verslikt. En veel tijd om te bekomen krijgt Marokko niet. Bij het eerste nummertje van de Kroaten is het meteen prijs. Perisic, goed en de goal. De goal van Gvardiol. Het is een hoogstaand ingestudeerd nummertje. Gvardiol werkt mooi af. Kroatië komt op voorsprong. Maar dat duurt niet lang. Als een vrije trap van Ziyech wordt verlengd, grijpt de Kroatische verdediging niet in. En dit is de 1-1 via Dari. Ha!
We zijn nog geen 10 minuten bezig. Kort voor de rust komt Kroatië opnieuw op voorsprong. Na een leuke eerste helft staan ze 2-1 voor met een heerlijk doelpunt van Oršić. Na de pauze krijgen de Kroaten geen strafschop voor een fout op Gvardiol. En zo blijft het een dubbeltje op zijn kant tot het einde. In de toegevoegde tijd komt En-Nesyri nog dicht bij de gelijkmaker, maar die komt er niet. En Kroatië heeft er met winst in de kleine finale opnieuw een geweldig WK op zitten. Ja, en daarmee is het sprookje nu wel definitief voorbij voor Marokko. De leeuwen van de Atlas, zoals ze worden genoemd, grijpen net naast het brons op het WK in Qatar. Ja, Marokkanen in het hele land volgden de finale. Dit zijn beelden uit Antwerpen. Daar was het even rumoerig op straat, maar het bleef beperkt tot vuurpijlen en wat bommetjes. Ook in Brussel werden hier en daar bommetjes gegooid en vuurpijlen afgestoken. Maar intussen zou overal de rust zijn weergekeerd. Dit zijn nog enkele reacties na de match van een aantal Marokkanen. Déçu? Non, pas du tout. On a normalement on a atteint l'objectif. Le demi-finale, c'est pas facile pour l'équipe du Maroc. Ouais, je suis très déçu. Moi, je voulais vraiment qu'on gagne la troisième place. Très fier d'être marocain, quatrième mondial et c'est une première en Afrique. Merci le Maroc, merci la Belgique. Je suis fier vraiment de notre équipe. Merci. Ja, en bij de supporters van Kroatië is de vreugde om de overwinning in de troostfinale groot. Ja, dit zijn beelden van de hoofdstad Zagreb. Daar brak een groot volksfeest los na de wedstrijd. Duizenden supporters komen samen op het centrale plein met vuurwerk en Bengaals vuur. Dat ziet u, vieren ze hun derde plaats op het WK. Ook al kunnen ze de tweede plaats bij het vorige WK in 2018 niet evenaren. Ja, ik ben heel tevreden. Nee, ik ben heel tevreden. I drago mi je. Jednostavno mi je puno drago. Utakmica je bila odlična, sam Modrić, on je igračina, najbolji igrač u svetu. Boli kao Zidane, meni osobno, stvarno fenomenalan. In het veldrijden heeft Europees kampioen Michael van Toerenhout de wereldbekercross in Val di Sole gewonnen, al had het vaak meer weg van een schaats- of skiwedstrijd. Vooral Mathieu van der Poel heeft het lastig op het gladde parcours. Hij wordt pas achtste. Ook Elie Izerbit heeft een pechdag. Na een val moet hij opgeven. Michael van Toerenhout is de handigste en rapste glijder in de Italiaanse sneeuw. Hij pakt zijn vijfde zege van het seizoen. Niels van der Putten wordt verrassend tweede. De Zwitser Koen derde. Ja, het is echt heel veel geluk dat het nu zo dik is en dat je erop kunt schaatsen. Vinden jullie het plezant? Ja, ja, het is heel tof. Ja, honderden schaatsers trokken vandaag naar de Kalmthoutse Heide. Het is voorlopig een van de laatste dagen ijskoud en dus ideaal qua ijskwaliteit om te schaatsen in de natuur. Veel hebben de mensen niet nodig voor een dag grote pret. Zowat elke Kalmthoutenaar zit vandaag op het ijs. Deze groep vrienden heeft puk en stik bovengehaald. We zitten hier een hele dag en dat is wel heel tof altijd. En dan ja, tot vanavond, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. En dan morgen nog eens. Zo lang mogelijk, dus het is wel leuk. Dit is een groot fan en door de droogte van het voorbije half jaar is het waterpeil lager dan anders. Op zich vriest het vrij snel dicht dan. Ja. Het heeft dat niet veel nodig ook niet. Dus ik denk dat het nu iets van een, ik weet niet, 7 centimeter is of zo. Vorig jaar waren de vennen ook een week lang bevroren en bleek het een echte pleisterplaats. Veel dorpen, hier werd vroeger overal geschaatst op die vijvers, hè, van kastelen en van torpdikkels. En dat is op de meeste plaatsen niet meer toegelaten, denk ik. Of het bevriest ook niet op tijd. Het is druk, maar ongelukken of zware valpartijen zijn er zelden, zegt de burgemeester. Het kan niet beter getimed zijn. En maandag is het voorbij, want het wordt ja, 10 graden. Het gaat slechter weer worden. Dus het is dit weekend vol een bak genieten op het ijs in de Kalmthoutse Heide. Ja, op veel plaatsen vandaag zonnig winterweer. Maar in het noordoosten van het land bleef het grijs. Vannacht wordt het vrijwel helder. In het westen is er tijdelijk nog kans op mist.
overal gaat vriezen, van min 4 aan zee tot min 10 op de Hoge Venen. Morgen een zonnige start, maar er komen geleidelijk aan bewolking vanuit Frankrijk. En 's avonds gaat het zelfs regenen. Het wordt zachter, dat hoorde u net, morgenavond al met plus die 3 graden. En dus zal het voorlopig gedaan zijn met de schaatspret. Daarvoor zal het dus te warm zijn. We gaan ook richting warmste week natuurlijk, met temperaturen boven het vriespunt. Maar misschien heeft u het liever zo. Houd het veilig vannacht. De wegen zijn nog glad. En heel graag tot morgen.